towards the one, the perfection of harmony and beauty, the immortal being, united with all the illuminated souls who form the embodiment of the Master, the Spirit of Guidance. Moest inspireren. En u hebt dat ook kunnen lezen. En daar staat: spiritueel worden is niets worden. En iets zijn is als niets zijn. Nou is het zo dat in het boek De Sufi Teachings, waar dat citaat uit is gekomen, daar staat er nog iets bij. Daar staat: to be spiritual is to become nothing. To become good is to become something. And to be something is like being nothing. Dus, om goed te zijn, betekent iets te zijn. En iets te zijn is als niets te zijn. En er staat hier verder nog, aan het begin van deze alinea: het is heel jammer als iemand goed handelt omdat hij vooruit wil gaan en geestelijk wil worden. Want wat is goedheid tenslotte? Het is maar een heel kleine prijs om te betalen voor geestelijkheid. En de man die afhankelijk is van zijn goedheid om geestelijkheid te bereiken, kan 1000 jaar wachten. Een hele intrigerende uitspraak. Want moeten wij dan niet goed zijn? We hebben in onze maatschappij nu juist een hele discussie over normen en waarden. Mensen handelen niet goed, dat is verkeerd. We moeten leren beter te handelen, goede burgers te zijn. Is dat allemaal verkeerd? Het is niet verkeerd, maar het betekent niet dat we geestelijk worden. Geestelijk worden is heel iets anders. Laten we die uitspraak eens bekijken. Niets te zijn is als alles te zijn. Wat kan dat betekenen? Hoe kunnen wij als alles zijn? Alles, dat is de hele schepping en de schepper. Ongelooflijk geheel. Hoe kunnen wij nietig mens als alles zijn? Kan zeker niet met ons lichaam, dat op zichzelf prachtige instrument, zo beperkt in dat geweldige geheel van die kosmos. Misschien met ons denken. Met ons denken hebben we het heel ver gebracht. De wetenschap is geweldig diep doorgedrongen in de geheimen van deze schepping. Heeft er geweldig overzien, ook in de kosmos. Kijkt in die kosmos met zijn enorme telescopen om daar sterren te zien en hemellichamen, lichtjaren weg. Maak daar een heel beeld van. Waar zijn die wetenschappers daarmee? Als alles? Dat kunnen we natuurlijk toch helemaal niet zeggen. Want die wetenschap, hoe ver ontwikkeld ook, hoe fantastisch ook, stuit altijd toch weer op een grens
waarbij ze het niet meer weten. Altijd weer op raadsels. Waarover verder nagedacht moet worden. Waar verdere theorieën moeten worden opgebouwd. En bovendien is die wetenschap in zijn enorme ontwikkeling zo complex, zo met wiskunde opgebouwd, dat het onmogelijk is voor één wetenschapper om dat alles te overzien. Er is een steeds verdergaande specialisatie nodig. Eén wetenschapper kan maar een klein deeltje van die enorme schepping doorzien. Dus zo gaat het niet. En ons gevoel? Ons gevoel kan ver uitgaan naar veel mensen. En die hele schepping en de schepper, kunnen we in dat gevoel als alles zijn? Dat is ook niet mogelijk. Wat wil deze uitspraak ons dan vertellen, deze verbazende uitspraak? Die wijst naar de peilloze diepte in onszelf. En achter dat denken, achter dat gevoel, onze ziel is. Dat is ons ware wezen. En wat is die ziel? Die kan al evenmin door ons denken of door ons gevoel worden omvat als die hele kosmos. Want die ziel, zoals Hazard in uitgaan, dat laat zien in zo'n verschillende geschriften en zo prachtig omschrijven. Maar nu zegt de Soefi-boodschap dat het in deze tijd van belang is om naar die ervaring dat godsbewustzijn te zoeken, terwijl we toch actief in deze wereld blijven. Deelnemen aan het uiterlijk leven, waar we een taak te vervullen hebben, iets hebben op te bouwen, iets te creëren, wat het mogen zijn, groot of klein. Maar tegelijk, de zoektocht van het innerlijk leven te beginnen. Daar gaat het om in het soefisme. En ja, die zoektocht daarvoor is dan in de eerste plaats toch de weg van meditatie. Maar we kunnen in dat uiterlijk leven staande toch regelmatig elke dag tijd besteden voor inkeer. Want we moeten ons afvragen, waarom is dit nu zo moeilijk om die mystieke ervaring te bereiken? Als wij dat bewustzijn zijn, als dat in ons leeft, waarom kan dat niet zomaar? Waarom is het zo'n geheim waar we naar moeten zoeken? Om dat duidelijk te maken, gebruikt hij na het gaan ook daar in dat boekje Metafysica de vergelijking van het oog. Dan zegt hij, het oog is zo gemaakt dat het alles kan zien. Alles waar het opgericht, overal in het rond, alles kan dat oog zien. Behalve zichzelf. Het oog kan niet zichzelf zien. Daarvoor is een spiegel nodig. En zo is het nu ook met onze ziel. Die kan van alles bewust zijn. En die hele buitenwereld, die geweldige schepping, overal waar dat bewustzijn zich op richt, daar kan het dat waarnemen, kan het dat beleven. Maar hoe kan die ziel van zichzelf bewust zijn? Daarvoor heeft die ziel ook een spiegel nodig. En de mysticus ziet dat die spiegel, dat kan ons lichaam
en onze psyche, ons hart en ons denkvermogen zijn. Dat kan een spiegel worden. Als dat instrument waarmee we die hele buitenwereld kunnen waarnemen met onze zintuigen, met ons denken, ons gevoel. Als we dat hele instrumentarium in plaats van op die buitenwereld naar binnen richten. Afkeren van die buitenwereld. 180 graden omdraaien. En dan open zijn voor wat zich daar weer spiegelt. Dan kan dat goddelijk licht van onze ziel daar weer spiegelen. Dan kunnen we daarvan bewust worden. Dat is de mystieke ervaring. Dus als we daarmee in aanraking willen komen, dan gaat het er inderdaad om. Om telkens in een tijd van meditatie ons af te wenden van die buitenwereld, ons terug te trekken in onze kamer, ergens buiten, waar we niet gestoord worden. En daar ons innerlijk ook helemaal tot rust te brengen. Dat is de kunst, dan op zichzelf de deur dicht te doen, in je kamer te gaan zitten, dat is het natuurlijk niet, want je gedachten gaan gewoon door. Die gedachten, door met alle mogelijke dingen in die buitenwereld te denken, zijn we steeds mee bezig. Gedachten moeten tot rust gebracht worden. Daarvoor zijn geestelijke oefeningen. Die worden door de mystici gebruikt. Die worden in de innerlijke school van de Soefi-beweging gegeven. Oefeningen van concentratie. Dat we leren om onze aandacht eens op één voorwerp, één symbool te richten. Contemplatie. Ons richten op één bepaalde kwaliteit, een idee. Inspirerend idee, een aspect van dat goddelijke wezen. Waarbij die ademhalingsoefeningen helpen om in het juiste ritme te komen. Om één te worden met de doorgaande vibraties van de schepping. Dat helpt daarbij. En als we op die manier ons helemaal tot rust hebben gebracht. Komen dan tot ontspanning in die stilte, dan kunnen we iets van dat geheimzinnige goddelijke beleven. Iets, een zweem, een flits, een ogenblik van verheffing, van verlichting. Maar meestal duurt het niet lang. Want we blijven nog sterk verbonden met dat uiterlijk leven waar we belangen hebben. Waar we allerlei dingen hebben waar we aan gehecht zijn, waar we mee verbonden zijn. Die trekken ons terug, die houden ons vast. Daar moeten we weer mee bezig gaan. Maar wat we dan toch in die tijd van meditatie beleven, is ook in ons uiterlijk leven heel waardevol. Het geeft eigenlijk een richting, een doel, wat we voelen. Dit is heel waardevol. Daar moeten we proberen meer van te ontdekken. Zo geeft het een richting aan ons leven. En het kan ook ons uiterlijk leven een bezieling geven die vaak juist wordt gemist. En dan kan ook dat uiterlijk leven op allerlei manieren ons de weg wijzen om onszelf te vergeten en daardoor meer open te worden voor die innerlijke verlichting. Daar zijn allerlei wegen voor. Om te beginnen natuurlijk het gewone dagelijkse leven
we elke dag met mensen te maken hebben, dingen hebben te doen, problemen hebben op te lossen. In het gewone dagelijkse leven. Daar kunnen we leren, om ons eigenlijk gevraagd te leren, om in dat alles wat zich daar voordoet, op de een of andere manier contact met ons innerlijk te bewaren. Een afstemming met die sfeer, dat licht, die we in die ogenblikken van meditatie hebben aangeraakt. Dat licht dat ook liefde is. En dan kunnen we nu gaan begrijpen waarom alleen goed te doen nog niet geestelijk maakt. Want als het goed doen is, het volgen van regels, omdat het zo hoort, omdat het voorgeschreven wordt, omdat andere mensen dat waarderen dat we dat doen, en omdat we dan daardoor het gevoel krijgen, we zijn een goed mens, dan onderstreept het juist onze afgescheidenheid, onze afzonderlijke persoonlijkheid. En dat helpt niet om open te gaan voor die eenheid van de schepping. Nee, de weg van het soefisme is om uit die diepte van ons wezen dat licht en die liefde te koesteren, te laten groeien. Naar het gaan gebruikt wordt het beeld van een verborgen bron die we moeten aanboren. Dan moeten we eerst een beetje graven in onszelf, totdat die bron gevonden wordt, waaruit die liefde oprijst. Want als die daar is, als we in die liefde gaan zien dat datzelfde innerlijke licht in al die mensen om ons heen is. Achter de bedekkingen, achter alles wat we misschien niet zo waarderen, is dat daar. Dan kan het ons hele dagelijks leven verlichten. Want we kijken anders naar de mensen. We gaan anders met ze om. Niet omdat we op een bepaalde manier goed willen doen, maar omdat we vanuit ons hart uitreiken naar andere mensen. Ons in hun willen verplaatsen. Ze gaan begrijpen. En zo harmonie kunnen opbouwen. Liefde, harmonie en schoonheid. Dat is de Soefi-boodschap. In harmonie wordt schoonheid geboren. Daar hebben we elke dag mogelijkheden voor. In elke situatie. Met alle mensen. Soms is het een uitdaging. Soms is het moeilijk. Soms gaat het makkelijker. Maar altijd mogelijk. Als we maar contact maken met die innerlijke stroom, die kan blijven vloeien. En hoe meer we dat tot uitdrukking brengen, hoe meer het tot leven komt, hoe sterker het wordt, hoe meer het ons inspireert. Want elke keer als we ergens een zekere harmonie hebben geschapen, dan geeft ons dat iets van dat heerlijke gevoel van contact met de ene. Want in harmonie worden verschillende elementen, verschillende mensen samengevoegd in schoonheid. Het wijst naar eenheid. Dat is de kunst van de persoonlijkheid. Waar gistermiddag ook zo mooi over is gesproken. De kunst om in onze omgang met alle mensen om ons heen schoonheid te scheppen. Ja, zoals Maharani gistermiddag zo mooi is uitgewerkt, subtiliteit voor ontwikkeld moet worden. Subtiliteit
in het goed luisteren naar een ander. In het zuiver uitdrukken van wat je in reactie daarop wilt zeggen. Niet zomaar iets eruit gooien, maar met beheersing vanuit je innerlijk. Zuiver zeggen wat harmonie kan scheppen. Dat is de kunst. En daarin kunnen we in ons dagelijks leven in aanraking komen met het goddelijke. Er zijn allerlei praktische, hele gewone raadgevingen die je naar het gaan dan geeft op deze weg. Zegt om te beginnen, we hebben het in deze zomerschool nog een keer gelezen in het boek Verruiming van Bewustzijn. Zorg toch dat je niet kritiek gaat uitoefenen op andere mensen. Dat doen we allemaal. Daar altijd de neiging toe. Het gevaar is juist, naarmate je althans denkt dat je meer inzicht krijgt en meer weet. Kijk naar mensen, dan zie je dingen. Je zegt, dat is niet goed. En voor je weet, ben je bezig om kritiek op andere mensen te hebben. Maar je naar het gaan zegt daar, dat werkt niet goed. Kritiek op andere mensen schaadt je relatie met die persoon, is daar negatief voor. Ook al zeg je het niet aan die persoon, maar aan een ander. Het is toch in de atmosfeer, in de gedachten, in het gevoel. En bovendien zegt hij, het is heel interessant. Hij zegt, elke keer dat je door kritiek te uiten, je hart opent voor die verkeerde eigenschap, wat het ook is, dan ontwikkel je die verkeerde eigenschap juist in jezelf. Je hebt jezelf die indruk, dat gaat daar groeien. En voor je het weet, ben je zelf net zo verkeerd als die ander. Je moet in tegendeel leren om in anderen het mooie te zien. Het streven naar het ideaal. Datgene wat positief is. Dat is heel belangrijk op deze weg. Kunst van de soefi, kunst van de persoonlijkheid. Om in deze wereld, met al zijn problemen en zijn verwarring, waar zoveel lelijk schijnt te zijn, zoveel slechts, om daar te zoeken naar de schoonheid. De schoonheid, de harmonie, het uitreiken naar het hogere, wat toch veel meer voorkomt dan we denken, omdat het in wezen het verlangen van elk mens is. Dat moeten we proberen te zien. Het is altijd, in elke situatie, elk mens, er is iets positiefs en iets negatiefs. Het kan niet anders, want het is een wereld van tegenstelling. Als er iets verkeerds is, moet er ook iets goeds zijn. Daarnaar kijken, dat is een houding waardoor wij die liefde, harmonie en schoonheid kunnen ontwikkelen. Dat is wat die kunst van de persoonlijkheid betekent. Dat is één weg in dat uiterlijk leven. En daarnaast, en samen daarmee, zijn er andere mogelijkheden. Om te beginnen is heel belangrijk wat hij na het gaan noemt het pad van bereiking. We willen in ons leven allemaal iets bereiken. En we hebben allemaal een doel. De oude Sofie Saadi heeft al gezegd, iedere ziel wordt geboren met een bepaald doel. En het licht van dat doel is in die ziel ontstoken.
dat we er gaan breken. En op die weg van bereiking kunnen we ook dichter komen naar het goddelijke. Ook wanneer we beginnen met iets heel werelds, wat we graag willen bereiken. Een bepaalde positie. Een mooi huis, wat het mogen zijn. Ieder mens op zijn manier, maar het moet iets zijn waar we werkelijk een diep verlangen hebben en wat niet schadelijk voor anderen is. Als we daaraan gaan werken, dan wordt het een leerschool ook voor het innerlijk leven. Want dan vraagt dat dat we ons daarop concentreren, met al onze wilskracht, dat we geduld ontwikkelen. Want als er iets van een zeker belang is, dan komt dat natuurlijk niet ineens. Kan dat lang duren, kan dat moeilijk zijn, we moeten geduld hebben. Maar vertrouwen dat we het zullen bereiken. En we moeten er een heleboel voor opgeven. Als we één ding van waarde willen bereiken, kunnen andere dingen niet. Dat moeten we opgeven. Dus het vraagt voortdurend iets van onszelf, van ons beperkte ego, op te geven. En daarom is het hier, net zoals bij die kunst van de persoonlijkheid, telkens iets opgeven, dus nog wel niet niets worden, maar iets minder worden wat je ego betreft, om daardoor meer te worden in het contact met je ware wezen. Dat is zo. Wanneer je iets geeft aan iemand van wie je houdt, offert iets op. Je wordt minder, maar meer. Zo is het ook hier. Je geeft dingen op. Je wordt minder. Maar je wint innerlijk. Maar als dan een bepaald ideaal bereikt is, dan gaat het erom om daar niet bij te blijven stilstaan. Dan niet aan gehecht te raken, het vast te houden, je daarmee te vereenzelvigen, dan, dat is nu voor mij, dat ben ik. En dan sluit je natuurlijk jezelf af van het alomvattende geheel van het goddelijke. De weg van bereiking houdt dus in dat als we een bepaald doel bereikt hebben, dat we dat dan loslaten en gaan uitzien naar een groter, een hoger ideaal, dat meer naar het geestelijke gaat. En dan kunnen we daar weer ons voor inzetten. En elke keer dat we daar iets voor opofferen, wordt er weer een sluier weggenomen. Een van de vele sluiers die de goddelijke heerlijkheid voor ons verbergt. Dat is de weg van de bereiking. En die kan en moet natuurlijk samengaan met de weg van liefde, harmonie en schoonheid. Nou ja, aan die ideale werken moeten we ook onze betrekkingen met de mensen om ons heen op een harmonische manier ontwikkelen. Dat is de opgave. En willen we die weg, die toch niet makkelijk is, succesvol kunnen bewandelen, is het ook heel waardevol dat we ook leren om die weg van de meditatie te gaan. Dat we altijd, elke dag, een tijd nemen om in te keren in meditatie, weer de inspiratie te krijgen. Het licht wat we nodig hebben. De bron van liefde. En ook het contact met dat grote innerlijke licht, waardoor we een zekere onafhankelijkheid kunnen voelen.
niet te gebonden in die aardelijke wereld. Leer om er boven te staan. Dat maakt het makkelijker. Dus die meditatie kunnen we zien als een verticale lijn. Waar we uitreiken naar omhoog, naar die goddelijke geest. En daarnaast is er de horizontale lijn. Van het dagelijks leven, kunst van de persoonlijkheid, pad van bereiking. In die bereiking, dat werk dat we doen voor het ideaal, daar kunnen we ook ervaren hoe daar een innerlijke kracht door ons heen gaat stromen. Die ook verbonden is met de goddelijke wil. En zo kunnen we ook in die activiteit eigenlijk ja, een haast meditatieve ervaring krijgen. Je kunt, als je helemaal opgaat met volle concentratie in een bepaald werk, kun je een innerlijke stilte hebben. En dan gaat het werk ook veel beter. In die bereiking, dat werk dat we doen voor het ideaal, daar kunnen we ook ervaren hoe daar een innerlijke kracht door ons heen gaat stromen. Die ook verbonden is met de goddelijke wil. En zo kunnen we ook in die activiteit eigenlijk ja, een haast meditatieve ervaring krijgen. Je kunt, als je helemaal opgaat met volle concentratie in een bepaald werk, kun je een innerlijke stilte hebben. En dan gaat het werk ook veel beter. Dan kunnen we denken aan wetenschappelijk werk. Wetenschappers steeds verder zoeken naar de waarheid. Die hebben daar al een concentratie voor nodig. Moeten ze daar inzetten, zich opofferen, bepaalde bereiking is het. Maar daar is het zo belangrijk om werkelijke voortgang te maken, dat die wetenschapper ook telkens weer in staat is om de theorie die er is, die hij heeft zijn eigen gemaakt, gedeeltelijk ontwikkeld, om die ook weer los te laten. In het soefisme is ontleren heel belangrijk. Heel merkwaardig begrip. Dat in de wetenschap belangrijk is, maar eigenlijk in het hele leven. Wij leren voortdurend dingen. In onze jeugd, op school, universiteit, ervaring van ons werk. Alles wat we lezen, we bouwen een geheel op van allerlei inzichten en overtuigingen. Maar we moeten oppassen dat dat een rijkdom blijft die we kunnen gebruiken en niet een gevangenis waar we niet uit kunnen komen. Dus we moeten dat ook kunnen loslaten. Ontleren. Niet dat we het vergeten, dat we er niet aan gebonden zijn. Dat we ook andere dingen, andere mogelijkheden kunnen bekijken, andere mensen begrijpen. En die wetenschapper, dat hij op een gegeven moment een nieuwe vraag stelt. Die hele theorie loslaat, een nieuwe vraag. En daarna gaat zoeken. Zo zijn de grote wetenschappelijke ontdekkingen gedaan. Door los te laten. We kunnen natuurlijk ook denken aan de kunst. De kunstenaar die zoekt naar schoonheid. Om die op de ene of andere manier uit te drukken in een boek, in een schilderij, in zijn muziek. Schoonheid die ons uit onze beperkingen haalt. En die ons in contact kan brengen met het eeuwige. Het eeuwige. Immers de volmaaktheid
van liefde, harmonie en schoonheid is. En kunstenaars die kunnen soms schoonheid vinden in de gewoonste dingen die ons rommelig of lelijk lijken. Ik heb wel het voorbeeld genoemd van Kees Verweij, die grote Nederlandse schilder, die ontzettend veel prachtige schilderijen van zijn atelier heeft gemaakt. Wat nou juist een rommelige kamer was, die nooit mocht worden opgeruimd, waar alles onder het stof was en alles door elkaar lag. En dan maakte hij een wonderbaarlijk mooi, bijna abstract schilderij van. Daar zag hij de schoonheid in. Dat is een voorbeeld waar de Soefi naar streeft. Overal die schoonheid te vinden. De kunstenaar probeert dat uit te drukken. En anderen dat ook te laten zien. De kunstenaar kan zich vergeten in zijn kunstwerk. En als je vergeet, dan kom je in contact met je ware wezen. Je innerlijk stroomt het door. Vele wegen dus. Al die wegen is er één gevaar, één grote vijand. En dat is de ijdelheid. Dat is een heel merkwaardig aspect. Ijdelheid, dat komt voort uit ons ego, wat een deel van onze psyche is, hebben we allemaal. Bewust van ons beperkte zelf. Dat is het onware ego. En we willen dus graag dat dat beperkte zelf, dat dat mooi is, dat dat zich ontwikkelt, dat dat iets bereikt, dat het schoonheid schept. Dus in zekere zin kunnen we zeggen, die ijdelheid, dat is ook iets positiefs, want het stimuleert ons om op die verschillende wegen te bereiken wat we bereiken willen. Om schoonheid te scheppen. Of wat ook. Daar stimuleert het toe. Maar aan de andere kant, als we het dan bereiken, en dan komt de ijdelheid en zegt, dat heb ik bereikt. En dan sluiten we onszelf af. Dan beperken we onszelf weer. Dan zijn we weer iets. In plaats van niets te zijn. Dus op die weg hebben we eigenlijk een voortdurende strijd te voeren om die ijdelheid te overwinnen. En dat kunnen we doen als we ons realiseren dat dat succes dat we hebben bereikt, die harmonische verhoudingen die we hebben geschapen, dat kunstwerk dat we hebben gemaakt, wat het ook zijn mogen, dat dat toch alleen mogelijk is geweest met de hulp van de almachtige God, de geest van leiding, die de situatie heeft geschapen waar die harmonie bereikbaar was. Die ons ook de kwaliteiten heeft gegeven waardoor we dat konden doen. Op allerlei manieren ons heeft mogelijk gemaakt. Als we ons daarvan bewust worden, kunnen we ons realiseren dat als we iets werkelijk waardevols bereikt hebben, is dat niet ons beperkte wezen gebeurt, maar door die innerlijke kracht, het innerlijke licht, innerlijke liefde, dat door ons heen stroomt, door het goddelijke door ons heen. Het ene, dat moeten we telkens weer ons van bewust worden. En dan kunnen we die bepaalde ijdelheid die ontstaan is, overwinnen. Gaan we een stapje verder op de weg om iets van onszelf te vergeten en wat meer niets te worden. Maar die ijdelheid
komt in de volgende fase van onze reis weer een fijne, mooiere vorm tevoorschijn. Daar geeft hij na het gaan een mooie vergelijking voor. Hij zegt, het is als een magische plant. Die heeft eerst akelige, scherpe doorns in de tuin. Hakt hem om, weg ermee. Dan komt hij weer op. Maar nu draagt hij heerlijke vruchten. Maar toch, niet mooi genoeg, omhakken weer. Komt hij weer tevoorschijn. Met geurige rozen. Steeds schonere vorm. Steeds subtieler. Steeds meer geeft hij iets. Maar altijd weer moet hij overwonnen worden. Omdat wij tenslotte zo los en vrij worden van alles wat we in ons beperkte leven zijn en kunnen doen. Dat we innerlijk werkelijk leeg zijn. Het goddelijk licht kunnen laten doorschijnen. Altijd enig bewustzijn van ons beperkte wezen. Maar uiteindelijk zullen we opgaan, helemaal opgaan, in dat ene goddelijke wezen dat onze bron en bestemming is. We kunnen dat gaan beleven. Ik wil eindigen met een prachtige raga uit Gayam. Die ik eerst in het Engels zal lezen, want de Nederlandse vertaling vind ik niet zo mooi. When we are face to face, beloved, I do not know whether to call thee me or me thee. I see myself when thou art not before me. When I see thee, myself is lost to view. I consider it good fortune when thou art alone with me. But when I am not there at all, I think it the greatest blessing. Dus wanneer we van aangezicht tot aangezicht met elkaar zijn, geliefde, weet ik niet of ik u mij moet noemen of mij u. Ik zie mijzelf wanneer u niet voor mij bent. Wanneer ik u zie, dan gaat mijn zelf verloren uit het gezicht. Ik beschouw het als een groot geluk wanneer u alleen met mij bent. Maar wanneer ik er helemaal niet ben, beschouw ik dat als de grootste zegen.